Oké. Sorry daarvoor. Moet ik even... Oh, crap. Nee, ik ga erin. In de lift. In. Freaking hell, ga in de lift. Hallo mensen, welkom weer bij Watch Dogs. Het is een tijdje geleden dat ik dit weer heb opgenomen. Ik heb eigenlijk weer wat tijd daarvoor, dus ik ga proberen zoveel mogelijk op te nemen als ik maar kan. En er is één dingetje, voordat ik weer met het verhaal verder ga, wil ik graag eens proberen. Wat ik nog niet heb gedaan, is dit hier. Dus zeg maar dat je moet rennen. Van zo snel mogelijk en alle muntjes verzamelen. Dus het lijkt me wel eens leuk om te gaan testen. En natuurlijk moet je dan ook nog gelijkertijd de schreders gaan ontwijken. Eens kijken of dit gaat lukken. Het is de eerste keer dat ik dit eigenlijk doe. Dus, en dan mag ik niet de schreders aanraken, denk ik. Want dan ben ik denk ik meteen uit. Maar het lijkt me wel een leuke begin om weer eens terug te komen in Watch Dogs. Een tijdje geleden dat ik weer heb gespeeld. Dus we kunnen gelijk kijken hoe dit is. Een beetje hier omheen rennen. Ik weet niet of het... Oh, er zit ook nog een timer bij. Ik weet niet hoeveel munten ik moet gaan verzamelen. Ik zie dat juist niet. Oh, wacht, hier omhoog. Ik zit een beetje naar de minimum te kijken. Maar zover gaat alles nog goed. En nu moeten we kijken hoe het dan verder gaat. Oké, daar zo. Dit gaat beter dan ik verwachtte. Het is toch wel heel apart als ze dit tussen Watch Dogs van het serieuze hacking en alles hebben inzitten. Als dit hacking was, count me in. Oké, die gaan we hier dan... Denk, hoeveel mensen moeten we verzamelen? Is het gewoon echt tot de tijd voorbij is? Of is het gewoon echt constant, gewoon tot een paar limiets? Want zover heb ik al heel veel verzameld. Ik heb geen idee wat ik hiervoor ga krijgen als ik dit heb gehaald. Dus, oh, hier is de volgende. Net nog een schreder nog ontweken. En, oh, nee, oké. Oh, bijna eraf gevallen. En dan hier naar beneden. We zijn nou heel ver. Dus ik moet wel, oké, dat was chic toen ik daar omheen sprong. Het is toch wel chic hoe ze dit hebben gedaan, vind ik allemaal. Ze hebben een beetje 8-bit-achtig en dan nog gelijkertijd zo'n parcours-achtig te doen. Dus het is een verandering van beest als je genoeg hebt van schieten. Is het wel leuk tussendoortje allemaal zo te doen? Hierna ga ik natuurlijk weer verder met het verhaal. Ik heb wel een beetje aan de kant gespeeld, want jullie waren eens even, jullie hebben tips gegeven voor, je weet wel, om gewoon wat dingen af te schieten. Dat heb ik een beetje gedaan, ik heb wel een beetje geld verzameld, wat kleine side missies zoals dit gedaan. En is dat de laatste? There we go, we made it. Oké, we hebben zilver gehaald voor de eerste keer, vind ik niet slecht. Nee, niet nog een keer, dat is wel genoeg. En we zijn al gelijkertijd vlak bij de missie ben ik begonnen en dan gaan we verder. Met het verhaal en zo en kijken wat er allemaal gaat ontwikkelen. En ook sorry dat het zo lang duurde voordat er een nieuwe video was. Was gewoon dat ik het gewoon erg druk had. Ik had ook een paar andere video's wat ik liever eerst af wou maken. Voordat ik deze kijk. Dit vind ik zo gek hier. Kijk hier. Dit hier zitten ze gewoon met een hand voor de camera te houden en zo te schieten. Ik vraag me af, is zo'n spel er op de mobiel? Waar je gast dus zo moet gaan staan. En dan gaat op een zichtbare ding gaan schieten wat je alleen maar via de mobiel ziet. Is er zoiets, vraag ik me af. Oké. Ik ga verder met het verhaal. Ik weet niet meer waar we waren de laatste keer, dat is een tijd geleden. At the Willis Tower. What do you got on Helena? Looking through status updates. She likes selfies. Here she is making a duck face and sparrow face. She loves her cats too. Why are you targeting this clueless girl? I'm not. I need to find her uncle fast and Helena's gonna point the way. Oké, dus ik moet haar onkel gaan vinden. Dus hier ergens moet ze zijn. Maar waar? Oh, ik heb ook een beetje last van de allergische reactie nu, dus als ik een beetje rode tranige ogen heb, moet je niet op letten. Mijn neus brandt nu zowat. Thank you, social media. Dark hair and glasses en een groene tas. Ik moet toch even, dit kleine stukje heb ik wel eens gedaan, want ik denk, ik doe dit proberen op te nemen, maar toen moest ik tussendoor even weg, heb ik de missie zeg maar nu opnieuw gedaan. Dus ik weet ongeveer waar ze is en dan ben ik eigenlijk nu naartoe het lopen. En ja, ik ben weer blij dat ik weer als Watch Dogs speel, dat is een tijdje geleden. Dus ik heb er weer heel erg zin in om uit te zoeken wat het verhaal allemaal uitkomt. Oh, poor girl. What's that? I've got her medical records. She had an abortion last year. That might explain the therapist she's seeing. Why are we prying this deep? I don't need a history, Clara. I need a location. Hey, I start the search and information just comes in. I don't control the content. Hold on. Perfect. She just posted a status update. She's inside Connolly Square. It's a glass structure. Should be right near you. I got it. Nice work, Clara. Now delete those files. I'm dead sick, Aiden. We believe information should be free. Clara. Relax. We don't pick on innocent girls. Wat was dat? Iemand zit hier binnen met een trompet.
Oké, okay. Dus hier ergens moet ze zijn. Laat me eens even mijn hacking aanzetten. Misschien kan ik dan makkelijker vinden. Oké, dat is de target. En dan moet ik nu haar gaan hacken. Miss Tucci, I'm Dr. Hyatt with the Chicago General Hospital. We received your Uncle Angelo's blood work, but you're the only number he gave us. Do you know where we can reach him? It's urgent. No, sorry. I haven't heard from my uncle in years. Okay, thank you, ma'am. You kidding me? Wait for it. Yeah. Okay. Not interested. There we go. Hey, Uncle Angie. Elena, you need concert tickets again? No, listen. I got a weird call. I think the cops are looking for you. What? Yes, ja, nou, niet echt de politie meer, hackers. Gotcha. Oké, die hebben hem gevonden. Waar ben je? Angelo Tucci. Daar ben je. Dus we moeten hem daar gaan zoeken. En we moeten, wat ik zo van weet, is het een, wat ik gehoord heb, is een hele lastige missie. Somebody's paying Tucci for the vigilante's identity. Oh, what the hell? Kijk hier! Ik zit vast! Wauw, dat was een leuke glitch. Maar goed, we weten waar hij is. En hij is nu daar. Daar moeten we naartoe. Oké, dus we moeten hem gaan tegenhouden voordat hij die eind van die baan bereikt. Dus we moeten nu even een autootje pakken. Voor hem denk ik tegen te houden. Daar staan een paar auto's. Hopelijk een paar goede. Oh, dat is een eentje. Ah, ik kan juist niet hacken. Maar here we go. Een auto heb? Nee, ik wil gewoon de auto hebben. Oké, wacht, laten we die ene zwarte, die is veel beter pakken. Deze is wat sterker. Want ik denk dat ik auto's moet rammen, want hij zit natuurlijk ook in een auto. Dat is wel altijd leuk bij die Watchdog te werken. Het rijden is altijd een soort arcade. En ik ga proberen om zo min mogelijk mensen kapot natuurlijk te rijden. Want dat zorgt ervoor dat je zeg maar wat meer en beter tussen de mensen staat. En ik ga ook proberen wat sidequests, wat tussendoor komt wel eens tevoorschijn. Dan zie je dat ik al. Je moet gewoon proberen gewoon een stuk rechtdoor te gaan, want hij rijdt natuurlijk. Hij blijft niet stilstaan op één plek. Maar gelukkig rijdt hij heel rustig, maar niet zo rustig als mij. Ik denk niet bij de auto heel blijft als ik zo blijf rijden. Maar we gaan eens kijken hoe heel we daar tegenkomen. En dan moet ik hem proberen uit te schakelen. Oeh, ik hoop dat ik niet meer blad heb gereden. En dan moeten we proberen uit te schakelen. Vervelend is, je kan hem niet kapot schieten. Dat mag niet. Je moet echt gaan proberen hem, zeg maar, knock-out te slaan. Maar we zijn al heel dichtbij. Sorry, ik heb ook een beetje iets aan vieze vastzitten in mijn keel. We zijn er bijna. En dan ga ik hem proberen kijken wat er is. Zo ver ik kan rennen, maar eens een keertje zag. Is dat hij, zeg maar, twee andere auto's bij zich heeft. Die hem, zeg maar, beschermen. Dus daar moeten we... Ik ga proberen hem te rammen. Dus als het goed is, kan ik een stoplicht zo meteen tegen. En misschien met geluk kan ik daar gebruik van maken. Dus alleen moet ik even kijken op het juiste moment. There we go, misschien heeft het gewerkt. Nee, helemaal niet, hij heeft juist een bocht. Oké, ik zou hem kunnen rammen. Of hij gaat doorrijden. Ik zal niet voor een stop zijn, kom, rijd door. Nou goed, dat bedoel ik op de andere manier. En dan ga ik hem... Gewoon rammen. En kijken of dat gaat werken. Ik weet dat hij natuurlijk wat bewaking, dus ik moet hem proberen zo snel mogelijk uit te schakelen. Oh, wacht, hij komt nou hier rijden. Nou, laten we hem hier even een beetje... Oh, camera draaien. Rammen. En natuurlijk moet ik proberen hem niet te laten ontsnappen. Dus ik ga gewoon gelijk achter hem aanrijden en de anderen proberen natuurlijk mee tegen te houden. Dus nu moet ik gewoon achter hem aanrijden. Let's hear it. Yep. Oh crap. There we go, dat is een ram. Zit hij? Nee, hij zit nog steeds in de auto. Kom op. Het is zo vervelend zeg maar, als je degene waar je achteraan zit probeert achter te rijden en de andere auto's zitten gewoon, je probeert kapot te rammen. There we go. Die als het goed is moet het geluk zijn. Oh crap, oké. Laten we uitstappen. En dan... Oh, is hij daar? Hij staat nog op. There we go. In de auto. Woe! Rijden! Get the hell out of here! Oh god, hoe heb ik dat overleefd? Het is me gelukt voor de eerste keer! Direct de eerste keer gelukt! Awesome! Nu moet ik proberen die anderen te ontsnappen. Dus ik moet nu gewoon proberen ergens een uitweg te vinden. En proberen niet door te gaan. Dus ik kan dit maar een beetje tegenhouden. Yep, daar hebben ze tegengehouden.
maar niet allemaal. Zie je op de snelweg hier. Oeh, kan deze brug omhoog? Zou awesome zijn als er komt, maar we verloren een beetje controle. Oké, ze zitten achter mij aan. Misschien, wacht, er is water toch hier? Ja, dan weet ik een leuk trucje, een leuke foutje wat je in het spel kan gebruiken hiervoor. Maar dan moet ik even de snelweg af. Oh, wacht, Q. Waarom sprong ik eruit? Ik wou niet eruit springen, maar goed. Oké, nu ga ik gewoon redden. En redden. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Oké. Hoe? Dat is geluk. We zijn nu al snapt. Misschien heb ik geluk, kan ik hier gewoon doodsnappen. Want ze zitten niet achter me aan. Ze zitten helemaal rustig. Dus oké, eentje rijdt om. Maar dat is een trucje wat ik heb geleerd. Als je in water zit, dan kan je ontsnappen. Maar het is een kwestie ook of ik een boot kan vinden. Dus ook als je politie achter je aan hebt, kan je een leuke glitch gebruiken. Nou, glitch een beetje vals spelen om gewoon een boot te krijgen. Daar zit je die wegrijdt, maar dan kom ik daar niet aan. En dan gewoon zo ontsnappen. En waarom gloeit deze? Oké, dat is gek. Vuilniszakken die gloeien, dat klopt denk ik niet. Maar goed, ik kan ook gewoon even lekker rustig. Oh ja, ze zitten allemaal achter me, zo zoeken we. Oh, gitaar, daar is een boot. Geweldig. En zodra ik mijn boot heb, gewoon lekker rustig wegvaren. En de missie succes, direct de eerste keer. Dat is geweldig. Oké, dus zoals je ziet, hè, zolang er een gevaar is, komen er steeds meer en meer mensen. Want op de minimap zitten ze allemaal naar achter zo, waar ik niet naartoe ga. En het geinige is, er zijn geen vijanden in het water. Dus als ik deze boot pak, als ik tenminste kan pakken, niet in het waterval. There we go. Dan kan ik lekker rustig buiten deze cirkel varen. En dan ben ik home free. En dan ben ik lekker veilig. En dan kunnen we kijken wat we daarna moeten doen van de missie. There we go, we zijn eigenlijk veilig. No more prison transfer. Nope, no more prison transfer. Oké, dus deze keer moet ik dus in de gevangenis gaan en met mijn witness gaan praten. Interessant. Nou, ik ga... Oh, wacht, hier is een trap. Dus hier stap ik eventjes uit. En als ik op tijd ben... Kom, spring uit, spring uit. Ik moet niet te veel te zwemmen. And there we go, climb. Oké. You still have contacts in the prison? I already asked if they could make our guys slip in the shower. They're dirty, but they're not that dirty. I'm gonna get arrested. Of course you are. Why the hell are you doing that? This witness we're after? He's a nobody. He was in the wrong place at the wrong time. He wasn't looking for me. I don't want to kill him. I just want him to understand I can reach him anywhere, anytime. That is a terrible plan. Mm-hmm. I love it. I'll find a map of the joint. Talk you through it once you're inside. Anything you need? My phone? Jesus, you have a problem. You need to unplug. Jordy, sorry. I need my phone. They'll confiscate it the second I'm in. Yeah, I know. I'm fucking with you. I got just a guy. He's begging to settle his debt. You get your phone. Oh, hallo. Dat is een leuke missie, denk ik. Wat ik eventjes tussendoor kan doen. Waar was die missie? Alle vrij vlakbij. Dus dan kan ik gewoon een beetje gaan hacken. Ik ga proberen wat leuke missies soms wel eens tussendoor doen tussen het verhaal. Natuurlijk ga ik ook wat offscreen natuurlijk doen. Dat ik meestal denk hetzelfde. Excuse me, passing through. Dus tenminste, het is een klein stukje, maar het is tenminste sneller dan... hoe noem je dat? Dus, oh wacht, hij is de target. Dus nu moet ik gewoon even wachten. En dan moet ik wachten tot hij dus een gevaar doet. Dan kan ik zeg maar dat gaan hacken. Om hem uit te schakelen. Maar nu is er nog 26% kans dat hij nog iets gaat doen. Maar wanneer gaat hij iets doen? Moet ik dus soms even... Wat was de knop weer? Coveren. En daar kan ik niet coveren. Dat is vervelend. Nu, als ik gewoon langzaam ga lopen. Oh wacht, daar komt een gevaar denk ik. Oh, ik heb niet... Oké, hij ziet me niet. Maar als het goed is, kan ik... Nu! Oh, oké, hij redt weg, hij redt weg. Nu heb ik net op tijd iemand leven gered. En nu ga ik hem neerslaan. Ik zou hem ook dood kunnen schieten. Maar je kan zeg maar... Ik kan niet die telefoontje tegenhouden, dat is een vervelende. Oh nee, dat heeft geen zin. Dat is een shooter, ja. Maar ik kan niks tegenhouden, auw, om de politie te zoeken.
Maar tenminste, hopelijk rent hij buiten de cirkel waar ik nu ook doorheen heen te redden. Als ik dat doe voordat de politie me gaat vinden, zou fantastisch zijn. Oké, nee, dat gaat me niet lukken. De politie gaat achter mij aankomen. Yep, de politie gaat achter me aankomen, kut. Nu, als ik hem gewoon te pakken krijg, ik zit mijn F-knop te spammen. Ik ben er bijna, ik heb hem. Haha. And there we go. Target eliminated. There we go. Dan hebben we weer wat goede karma gekregen, kan je het maar noemen. En nu moet ik zo snel mogelijk wegwezen, want de politie zit mee te zoeken. En het onweer ook nog. Het zou helemaal leuk zijn als ik zeg maar een leuke soort blackout kan doen. Oh crap. Dit kan een probleem veroorzaken. Ik ben zo wat ontsiggeld. Ik moet echt wegwezen hier. Oh crap. Damn, de politie komt overal tevoorschijn. Moet ik hier rondjes soms omheen gaan rennen om te ontsnappen? Oh, wacht, daar is een auto wat ik kan pakken. Dit kan ik meedoen? Nee. Oké, okay, dat het een diepe geval was. Oh shit. De politie schiet wel snel, hè? Maar dat is natuurlijk voor de uitdaging. Oké. Okay. Oké, okay, nu moet ik gewoon proberen buiten de cirkel te komen. Van de politie weg. En dan ben ik home free. Dus dan moet ik gewoon deze bocht hier nemen. Dus als ik hier buiten ben, dan ben ik van de politie gelijk erin af. En... daar we go. Oké. Okay. Nu tijd voor de verhaal. Oké, dit is dus de, denk, waar ik naartoe moet. En dan moet ik denk ik ervoor gaan zorgen dat ik dus gearresteerd word. Dat wordt erg interessant. Of het is misschien een betere manier dat ik hier in de gevangenis moet. Maar dan komen we snel genoeg achter zodat ik hier ben. Nou, wat moet ik hier doen? Palin Correctional Center. They recently upgraded the place with Bloom's state-of-the-art security. Network locks, automated surveillance. If they were holding the guy in an older prison, I'd have a problem. But Bloom's right on this one. Huh. They do make life easier through technology. Yep. Oh. Jordy, we're even now. Don't move. Pierce. Hayden. Never again! Smith! Okay, dus ik ben nu Smith. Nou, interessant. Nu moet ik proberen hier uit te komen zonder ontdekt te worden. Dus als eerste moet ik pas dit proberen open te maken. Oké, en dan moet ik hacken. Wow. Oh wacht, daar is een camera daar. Perfect. Alright, en nu moet ik een beetje denk ik puzzel gaan doen met camerawerk. Dus eens even rondkijken. Oh. Oh, het is hun camera. Oké. Okay. Ik ga dus via de camera van de security. Interessant. En dan kan ik daar naartoe en dan... nee, kan ik teruggaan. En dan... oh, hij gaat juist daar omhoog. Waarom in godsnaam moet ik daar naartoe? En hij gaat omlaag. Oké. Okay. Dan we naar die plek gaan. Dat ben ik zelf. En... hoe moet ik zeg maar... daar naar binnen gaan? Hallo? Casting locks. Daar moet ik komen. Maar hoe? Hoe moet ik daar komen? Want ik zit altijd rond te gaan. Misschien is deze persoon dat hij teruggaat. Ah, deze persoon gaat er terug open. Kan ik... oh yes, eindelijk. Oké. Okay. Ik ben binnen en dan kan ik nu hacken, eigenlijk. Oké. Jordy, I'm inside. Obviously.
Cut the shit. I should have sent you in here. This was your mistake. You might want to keep it down. You'll end up with a free trip to solitary. I can't get you out. I'm gonna find the inmate schedule. I'll be in touch. Okay, nu moet ik proberen daar te komen zonder gezien te worden. Dat wordt leuk. Ik moet snel zijn. Maar ze zitten natuurlijk achter mij aan. Nu, als ik een of andere manier kan afleiden. Want hij kijkt direct die kant op, hè. Kan ik niks doen om af te leiden. Want daar moet ik naartoe. En als hij omhoog gaat, zit ik in problemen. I guess not. Zo, het is een kwestie van timing. Oké, hij komt hier naar boven. Oké, blijf gewoon hier staan en hopelijk dat hij me niet ziet. Oké. Leap of face. Don't see me, don't see me, don't see me. Don't see me, don't see me. Oeh, oh wait. Ha! Ik heb het gered. Oh, hallo. Not a sket. Jordy, I found the schedule. Where's the exercise yard? Up top. Oké. It's probably nothing. Oeh. Oké, kan ik hierdoor? Oh ja, dit maakt het makkelijker. Ik wil oppassen dat ze me niet zien. Dus moet ik gewoon even langs glippen. Oh, dat is spannend, man. Zoveel security, zoveel sneaking. En... Oh, crap. Waar moet ik naartoe? Ik moet... Dus daar zo ergens naartoe. Dus even hier doorlopen. Oké. Okay. Oh, crap. Gaat hij lopen? Wie gaat er kijken? Hopelijk niemand. Oké. Okay. Ik weet ook dat ik wel bewusteloos kan slaan. Dat weet ik wel. Maar zover kan ik gewoon langs glippen. Oh, het is beneden me. Eentje lager. Kut. Dat is vervelend. Dit is lastig. Ik word ook zomaar bewusteloos kan slaan, maar ze hebben wel shotguns. Dat is heel erg vervelend. Wat is dat gepiep? Kan ik ergens met de camera's naartoe? Ik heb hem niet kunnen hacken weer met zijn camera daar. Eens kijken. Daar moet ik naartoe. Oké, dan is weer helemaal beneden. Oké, ik denk dat ik weer naar beneden moet. Oh, daar stel dat ik langs ben gered. En dan moet ik proberen... langzaam te sneaken. Maar ik moet natuurlijk zorgen dat hij zeg maar weer die kant op kijkt. Oké, ik heb denk ik een idee. Hopelijk gaat dat werken. En dan kan vandaag. En als het goed is, kan ik gewoon om hem heen lopen. Moet ik wel een beetje een goede cover systeem gebruiken. En hopelijk ziet hij me dan niet. Dus dan moet ik gewoon heel erg voorzichtig. Oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. Crap. Oeh, oh, hij heeft zich net omgedraaid. Ik zie net op. Oké, dit is heel erg spannend. Waar moet je juist die kant op gaan? Waar ik moet zijn. Zo, de deur is alvast open. Nu als hij omdraait. There we go. Verwachten. En. Go, 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 go. Woe! Oké. Okay. Oh crap. Kom niet hier naartoe, niet hier naartoe, niet hier naartoe, niet hier naartoe. Niet hier naartoe. Niet hier. Oh, crap. Oké, zo klaar. Oh. Oh, blijf daar. Draai je om. Rustig omdraaien. Niks te zien hier. Ja, ja, ja. Goed. Ga. Just go. Oh. Oké. Okay. Oh, crap. Oh, hallo. Hem zag ik niet. Oké, dan moet ik wachten tot hij... Maar kan ik hem? Ik kan hem hacken. Kan ik iets doen wat me kan helpen? Zover niks. Oké. Okay. So, cover oh. There. Oh, damn it! Oh. Oké, okay, ik ben gelijk hier. Awesome. Keely said his paycheck took a hit too. Blows, man. This totally blows.
kan ik nu met hem hier? Aha! Hij brengt me naar de plek waar ik moet hacken. Hopelijk. Dan moet ik hacken, dus. Kom aan. Draai die kant. Draai. Oké, dat is toch goed. Ik dacht even dat hij door zou lopen. Nu. There we go. Ah, oh, puzzeltijd. Geweldig. Oké. Okay. Wat een probleem. Daar ook nog. Zo. Zo. En. Oh crap. Got it. Picasso ink all over his face. Ugly as shit. It makes him an easy mark. What do you need us to do? Whatever it takes to get this guy talking. You got it. Oké, dus ze zijn voor iets van plan te doen. Dus nu moet ik hem gaan zoeken als het goed is. Maar waar is die? Het enige wat ik kan doen is met de camera rondgaan. That's about it. Nu, wat moet ik hier doen? Maar als ik terug ga? Nee, kan ik niet, dus ik moet iets doen hier. Now, I'm gonna get you off the roof. Oké, dus ik moet iemand van de brug afhalen, maar ik weet niet wie. Oh. Wie zegt dat? Shut up. Where's my lawyer? We're taking you to your lawyer. No way. Right after we clean you up. Oh, daar is die. Daar is die. Oh. Damn. Better reach him fast before they kill him. That's a problem. Some guards just took our guy. Fuck. Basement. They're in the basement. God, dus ik moet helemaal naar de basement. Oké. Is gehackt. Nu als het goed is kan ik hem weer hacken. En als deze dikke ventje wil opdraaien kan ik mijn deur openmaken. Als het goed is. Kom op. There we go. En nu als het goed is de deur nu open. Yes, but the fat guy is coming back. Just turn around, zodat ik vrij kan. Oké, okay. Hij is opgedraaid. Zo, nu just. Kom op, get out of cover and. Go, 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 go. Oeh, fuck! Was te proberen. Oké, okay, attempt nummer 2. Deze keer doe ik het met cover. Naar cover. En open nu. En. Oké, okay, hij is weg. Kom op, lift, kom op. Sorry. Oké, sorry daarvoor. Moet ik even. Ah, crap. Nee, ik ga erin. In de lift. In. Freaking hell, ga in de lift. Oké. Okay. Oh. Natuurlijk hacken. Oh. Sorry hiervoor. Oké, als ik dat hack. Oh. Hallo. Wat zijn ze doen? Doing a deal without cutting us in? Think we don't have friends in high places? They expect a cut too. No. I told you. Oké. Ze zijn dus het hacken. Ja, als het goed is de deur open. Yep. En gewoon hier open. En wat gebeurt als ik hier doorheen ga? Oh, dat gebeurt er. Look at that, een wapen. Awesome. Alright. Bang. Oh, yeah. Revenge, motherfuckers. Oeh, dat was een been. Damn it. Yeah, you're pinned down, alright. Ow. Oh crap, I'm almost dead. Okay, even reloaden. Beetje regenerator, there we go. Okay, ik kan niet door de zak schieten. Die is dood. Kom op. There we go. Ah. Wacht. There we go. Dat is een beetje geholpen, hopelijk.
hem kan je schieten, maar op hem wel. Kom op. Kijk eens anders cover zoeken. En dan daar cover. There we go. Leef je nog? Jesus. Je nog leeft. Oké, nu de laatste. Come on. Hallo. Steek je hoofd uit. Kom op, ik weet dat je het kan. Oh shit, alright. Oh, ik miste! Ik miste! Oh, zij niet ook doodgaan. Ik miste elk schot. Wauw. Ik had ze allemaal genoeg, de laatste. En ik mis elk schot. Oké, okay, attempt nummer 2. En deze keer weet ik wat ik moet doen. So, just. Alright. Oh ja, eerst moet ik hacken. En dat is gewoon... Hack. Terug. En als het goed is, moet ik dan nu naar binnen kunnen. Mijn wapen pakken en allemaal lekker voor de kop gaan schieten. Kan ik niet? Oké, okay. Waarom kan ik hier niet naar binnen? Oh, de deur. De deur is nog dicht. Ik moet niet alleen dat hacken. Maar dat, hè. Camera draaien. En daar we go. Nu is de deur open. Oké, okay. Attempt nummer 2. There we go. Oké, okay, ik zat een beetje te glitchen. Woep, woep, woep. Dat is een beetje gek. En burst. Oké, okay, kan ik misschien eigenlijk wel nog beter cover vinden? Want er zijn er best wel veel. Misschien is het gewoon even daar naartoe gaan. En dan daar naartoe gaan. There we go. Daar ben ik, jongetjes. Oh yeah. Oh, headshot, headshot. Headshot. Oh ja, nu ben jij weer de laatste. Deze keer ben ik niet stom. Deze keer ga ik het anders aanpakken. Waar kan ik hem hacken? Heeft hij toevallig geen granaatje bij zich? Nee, jammer. Zou leuk zijn als ik hem kon opblazen. There we go. Headshot. Allemaal headshots. Uh oh. Dit was een probleem. Oké, okay, ik moet snel ga cover blijven zoeken. Kom op, cover, cover, cover. There we go. Oké, okay, cover tijd, cover tijd. Nu rennen, rennen, cover. Overheen. Cover. Wacht tot hier regenerate is. Burst. There we go. Kom, even reloaden. There we go. Kom op. 10 kogels kan ik afschieten. There we go. Hoeveel HP heeft dat ding wel niet? En cover. Cover. Aan de verkeerde ding. Daar cover zoeken. There we go. Oké. Okay, hacken heeft eigenlijk helemaal geen zin daar. Naar die muur. There we go. Oeh. Hallo. Ja, back and cover. You're dead. There we go. Waren ze dat eindelijk? Ja, dat waren ze hopelijk. En nu hier naar binnen. Help! Somebody! Relax. You're inside. How'd you get inside, man? You know, it was pretty simple. These high-tech security prisons... They make it quite easy, really. Have we met? What? Have we met? No. No, I never seen you, man. Mm. Yeah, I didn't think so. So you're in here for 60 days. And good behavior, you're out in 30. What does that say? Years? What are you doing, man? I'm just showing you an alternate future. You know, in case you get the urge to share your stories or make a deal with the cops. We're clear, right? All units possible prison escape. Be on the lookout for white male Joe Smith. I need a unit up to the laundry.
We've lost communication. Copy. We're on it. Wow, he's badass like that. Okay, nu moet ik gewoon proberen te ontsnappen. Fantastic. I'm guessing you're eager to get out of there. There's a care package on its way for you. Where? Don't worry, you'll see it. Oké, okay, als het goed is, ben ik nu mijn oude kleren aan of niet? Wat nu? Oh, hahaha! Ik ben weer mijn oude ikke! Awesome! All units be advised. Suspect has been located. Officers requesting backup. Oké, en nu moet ik daar proberen te reachen. Kan ik hier door naar binnen? Ja, wat is dat hier? Oké, okay, jam. Bullets, al vol. Is ook al vol. Dan kan ik hacken. Het is wel een disketter recorder. There we go. Wow, hallo, hallo. Jesus Christ. Oké. Okay. Time to get out of here. But first. Kan ik iets hacken? Ik kan alleen naar mezelf kijken en... That's about it. Oké, okay, die camera heeft een beetje nutteloos. Oh. Oké, okay, eens kijken. Wat zijn mijn opties? De eerste. Dus kan ik iets doen. Oh, dat zijn audiofiles. Daar heb ik. Oh, nog een liefhebber erbij. Dit is een probleem. Is goed. Nee, misschien. Ik wou het gewoon doen. Oké, okay, oké, okay, nu even serieus. Ik zou gewoon zo makkelijk kunnen uitsnappen en gewoon eraf springen, denk ik niet. Ik moet eens kijken nog hoe ik steeds nog die granaten en zo moet gaan maken. Dan moet ik nog proberen uit te gaan zoeken. There we go. Oké, okay. Tijd om mijn wapengelijkheid eruit te halen. En cover! There we go. Hier ben ik. Joehoe. Oké, dus ik moet proberen. Ontsnappen. Ik moet een paar agenten kapot schieten. En een autootje pakken. Ik heb misschien wat lagere punten hierdoor gekregen. Maar maakt niet uit. Oh nee, nee, jij houdt mij niet tegen. Want ik ga hierdoor ontsnappen. Weehee. Hopelijk heb ik niemand geplet. Oké, okay, tijd om weg te gaan hier. En de politie te ontsnappen. En wat is de beste manier om de politie te ontsnappen? Nee, pak de volgende straat maar. Oops, sorry, sorry. Hoe? Ik ben niet meer platgereden. Wat ik nu moet doen... Oh, wacht. Er is een brug vooruit. Of... Nee, dat is een treinstation. Daar heb ik niet zoveel aan. Kijk, komt een agent druk voor me tegen. Oké. Okay, hebben we niet gerapt. Gelukkig. Gelukkig. Wat ik moet nu vinden is... water. Oh! Oké, dat was freaking awesome. Wow, wow. Ik heb net nog een knal overleefd. Dus pak even die auto. Excuse me. Backing up. Yep. Hallo, politieagent. Ga ik eventjes hierdoor. There we go. Oh my god. Whoops, sorry. Ik moet nu wegwezen. Wacht, waar is die helikopter eigenlijk? Ah, daar hebben ze buiten bij view. Oké, nu moet ik proberen water te vinden of iets op de politie. Want de helikopter is de enige waar ik er last van heb. Dus ik weet dat ik iets heb om zeg maar helikopters uit te schakelen. Maar ik moet de helikopter zien. Om het daar we doen. Oké, de helikopter is denk ik nu uitgeschakeld. Voor nu is maar tijdelijk uitgeschakeld. Dus ik kan hem niet exploderen. Dan moet ik meer upgraden daarvoor. Dus moet ik nu gewoon proberen. Hop, ik zat naar de map te kijken. Niet naar de weg! Sorry, ziekenwagen. Ik weet dat je je best doet met levens redden. En dan... Nou, oké. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Oké, als de politie probeert te ontsnappen. Ik zie water, denk ik, achter de... Oké, ik moet niet zoveel naar de minimap kijken. Dat helpt me niet. Excuse me, mensen. Hallo, politie. Oké, nu kan ik hier een blok opzetten. En dan hier is water. There we go. Dat moet ik hebben. En dan gewoon uitspringen. En dan kan ik weer... wacht, waar is de helikopter? There we go. Die is tenminste tijdelijk uitgeschakeld. Ik moet echt de helikopter nog een keer gaan upgraden. En dan pak ik gewoon een gele taxi. En dan ga ik gewoon met de gele taxi gewoon ontsnappen. Gewoon met de gele taxi. Want hun kunnen niet het water in. Doei doei politie. Doei doei. Alleen die freaking helikopter is een probleem. Oh, maar waar is die?
Almost there. Nee, niet draaien. Gewoon. Ik kom toch gerecht. Oké, hij probeert nog steeds zeg maar. There we go. Die is die uitgeschakeld. Nu dat hij uitgeschakeld is, hoef ik alleen maar met rustig met de taxi buiten dat leidje gaan rijden. En ik ben veilig. Zelfs de politie boven me kan niks doen. En... there we go. Veilig ontsnapt. Dat plan actually worked. My identity is safe. Now, Lena's attackers. I want the one responsible. Damien bragged about his second hacker. Someone else inside the Merlot. Oké, dus nu moet ik op zoek naar een andere hacker. Oké, interessant. Maar dat ga ik volgende keer doen. Nou mensen, dit was eindelijk weer Watch Dogs. Dank je voor het kijken. En dan zie ik weer de volgende keer. Vergeet niet op dat duimpje te klikken, want dat helpt ons heel erg. En dan probeer ik natuurlijk weer meer video's van te maken, zodat ik tijd heb. En dan zie ik weer de volgende keer. Doei doei. Dit is helemaal waar je een beetje kan gokken. Oh, ik denk dat een heel... Oké, dat klopt niet. Het bolletje zat ernaast. Ik zie geen... Wat? Wat?